voor de tv-film Wijster. De film gaat over de treinkaping bij Wijster in 1975. Na 10 dagen draaien is vandaag de laatste opnamedag. En het zijn de scènes dat de hoofdrolspeler de trein mist en in de fatale stoptrein stapt. Op het perron van station Meppel moet iedereen stil zijn. Tientallen medewerkers op de set zijn in opperste concentratie. Ger Vaders, de hoofdpersoon in de film, mist de trein. Op het perron wacht hij tot de volgende trein komt. De trein die iets later bij Wijster gekaapt zal worden. Ik mis deze trein, de sneltrein naar Den Haag. Waardoor ik gedwongen word de trein daarna te nemen, dat wordt de stoptrein. En die stoptrein, dat is de noodlottige trein, het nummer 387. De film is gebaseerd op het dagboek van Ger Vaders, de toenmalige hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden. Zijn dochter heeft het dagboek bewerkt tot een filmscript. Nu, 32 jaar na de kaping, maakt de VARA er een tv-film van. Wij zijn benaderd geworden door Nicolette Stegeda, dus de dochter van Ger Vaders. En die kwam met een voorstel om deze film te maken. En dat was een erg mooi scenario, ook een belangrijk scenario. Want we hebben toch iets wat collectieve geschiedenis van Nederland vertegenwoordigt, waar iedereen nog herinneringen bij heeft. En hij vond het een prachtig scenario, de VARA vond het prachtig en zodoende hebben we de film nu gemaakt. Voor de Molukse acteurs is het meespelen in deze film erg bijzonder. Voor hen is de treinkaping nu nog steeds actueel. Het speelt nog zeer zeker binnen de Molukse gemeenschap. Het is gewoon een deel van onze geschiedenis. Maar ook omdat de strijd vandaag de dag nog steeds doorgaat in de Molukken. Is het ook wel een zeer iets wat nog steeds leeft. En waarin de treinkapingen gewoon in dat opzicht ook heel belangrijk zijn geweest. Er zijn slachtoffers gevallen, weet je, van onze kant. Natuurlijk om te beginnen, dat was gewoon de hele aanleiding. En natuurlijk ook van de Nederlandse kant. Dus het is altijd moeilijk om aan zoiets mee te werken, omdat het een waar gebeurd verhaal is en het gaat allemaal van binnen. De film komt in het voorjaar van 2008 bij de VARA op televisie. Zo ben je glazenwasser en zo...